Het is bijna tijd voor de tweede wedstrijd van het Nederlands elftal. En Ecuador staat op het menu voor de mannen van Van Gaal. Nederland neemt het op tegen de nummer 4 uit de kwalificatiereeks van Zuid-Amerika. Het had weinig geschild of Ecuador had helemaal niet mogen deelnemen aan het WK. Chili had namelijk bezwaar gemaakt tegen de kwalificatie van Ecuador. Omdat ze in WK-kwalificatiewedstrijden een niet speelgerechtigde speler zouden hebben opgesteld. Byron Castillo zou al in 1995 in Colombia zijn geboren en niet, zoals op de documenten staat, in 1998 in Ecuador. De rechtsback speelde in 8 van de 18 kwalificatieduels van zijn land en er was natuurlijk dan veel om te doen. Chili eiste bij de FIFA een reglementaire 0-3 nederlaag voor Ecuador voor al deze wedstrijden. De Chilenen hoopten met deze actie zelf het plekje van Ecuador in te kunnen pikken. Dat is niet gelukt, jammer jongens. Ecuador deed 3 keer eerder mee aan het WK, maar wist nooit echt indruk te maken. In 2006 kwam het in een vrij makkelijke pool, nog wel door de groepsfase, maar werd daarna al meteen uitgeschakeld door Engeland. De andere keren werd Ecuador al direct in de groepsfase uitgeschakeld. Ook heeft het elftal van de Argentijnse bondscoach Gustavo Alfaro geen echte sterren. Ja, spits Valencia is wellicht de bekendste naam. Met Caicedo van Brighton hebben ze wel een groot talent in de selectie. De 20-jarige centrale middenvelder heeft sinds dit seizoen een basisplaats in de Premier League en is daarmee de hoop van het land. Het lijkt er dus op dat Nederland hier een overwinning moet kunnen gaan boeken. Of dat ook gaat lukken, dat gaan we zien. De wedstrijd begint om 5 uur.